kritiek was niet van de lucht na het verloren duel van NEC tegen FC Den Bosch. Vooral de trainer moest het ontgelden. Hij zou te defensief spelen, aldus een groot deel van de supporters. Trainer Adrie Bogaerts heeft voldoende tijd gehad om de wedstrijd te analyseren. Ik denk dat we slecht gestart zijn. Dat je niet echt zag van dat er bepaalde agressiviteit in het team zag. En dat resulteerde eigenlijk in 1-2 kansen in het begin voor FC Den Bosch. Daarna namen we het wat over, kwamen wat beter in de wedstrijd. Ja, uiteindelijk krijg je door een persoonlijke fout een doelpunt tegen. En kort daarna de tweede. En ik had al een beetje het idee bij de eerste goal dat een aantal spelers daar wel beïnvloed door werden. Dat ze wat sneller de koppen lieten hangen als dat dat niet had gebeurd. En daarna kregen we nog een paar goede kansen. Maar ja, met alle goede bedoelingen ebte het hele energie uit die wedstrijd weg. En hebben we aanvallend gewisseld, maar dat bracht eigenlijk geen resultaat. Het lijkt erop alsof NEC de wedstrijd heeft onderschat. Dat weet ik niet. Ik weet niet of het onderschatting is, maar het was wel zo dat we gewoon slecht gestart zijn. En nogmaals, daar kwamen we eigenlijk redelijk doorheen. Alleen ja, zo'n eerste goal is natuurlijk wel redelijk cruciaal. En voor de rest kregen we nog eigenlijk een paar kansen om het te repareren. Maar ook dat lukte niet. En dan speel je zo'n wedstrijd. Het duel tegen Emmen is een mooie gelegenheid voor de spelers om revanche te nemen. Ja, ik denk dat ze sowieso op revanche uit zijn. Kijk, uiteindelijk zullen wij gewoon veel stabieler daarin moeten zijn. En moeten gewoon iedere wedstrijd vol voor de winst gaan. Dus dat is A tegen Emmen, hè, want dat is een heel goed team met veel goede voetballers. Maar B inderdaad de revanche op de wedstrijd van Den Bosch. Bij terugkomst bij het stadion ging Bogaerts in gesprek met enkele supporters. De uitspraken van de trainer hebben tot veel discussie geleid. Nou, ja, we kwamen hier met de bus bij het stadion aan en stonden wat supporters en die waren teleurgesteld, net zoals wij dat waren natuurlijk. Dat ging alleen eigenlijk op een manier dat ik denk van nou oké, je kan op allerlei manieren dingen zeggen en je kan het er niet mee eens zijn. Maar het moet wel een beetje met respect naar elkaar toe. En op het moment dat ik merk dat daar eigenlijk alleen maar niet op de manier is waarvan je normaal met elkaar kan communiceren en je ongenoegens kan vertellen. Ja, dan word ik daar waarschijnlijk een beetje cynisch in. En dan maak ik een opmerking van dat het dan 3-0 kan worden. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk helemaal uit zijn verband getrokken. Waardoor mensen denken van dat ik genoegen neem met het feit dat we 3-0 verliezen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. De ziekenboeg van NEC loopt langzaam leeg. Want er zijn natuurlijk een aantal jongens pas deze week aangesloten. En ik wil eigenlijk de hele week even kijken van hoe ze ervoor staan. Of dat ze vanuit start af inzetbaar zijn of eventueel ingebracht kunnen worden. Dus ja, dat zal waarschijnlijk morgen wel het geval zijn. Vrijdag om 7 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen FC Emmen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.